Een hele goede morgen, Alex. Jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag vrijdag 25 augustus. Gisteren een beetje ziek geworden. Ik denk dat het komt door de airco. Dat ik eens van warm naar koud ga, warm naar koud, warm naar koud. Buiten is warm, binnen is het super koud van de airco. En al mijn holtes zijn nu verstopt en doet zoveel pijn. Vandaag hebben we eigenlijk een boot of naar Curaçao, klein Curaçao geboekt. En dan zit je zeg maar de hele dag op zo'n boot. En op het strand zeg maar, dan heb je ook bijna geen schaduw en dingetjes. Dus, maar we mogen helaas niet meer annuleren of überhaupt wijzigen naar morgen. Dus we moeten maar gaan. En daar baal ik oprecht heel erg van. Want als ik me zeg maar zo zou voelen in Nederland, dan was ik zeg maar thuisgebleven. Snap je? Dus ja, ik baal er wel een beetje van. Ik neem even twee pauze zitten morgen. Ga even ontbijten. En dan hoop ik dat ik me vandaag wel beter ga voelen. Want het is wel echt een super leuke boottrip. Dit is even wat ik aangedaan heb. Dit rokje van Lovies. En dit topje van Asos en mijn slippertjes. En daaronder heb ik deze leuke bikini van Bayou de Label. We gaan lekker snorkelen en zo, denk ik. Dus ik neem die in ieder geval gezellig mee. Ik neem de GoPro mee. En de waterschoentjes, die er niet uitzien. Maar we gaan er in ieder geval het beste van maken. Want vorig jaar waren we eens op vakantie naar Bonaire. Toen gingen we naar Klein Bonaire. En wauw, zo mooi. We stappen straks op bij Jan Tielbaai. We moeten 2 uur op de boot, had ik gehoord. En dan krijgen we ook een barbecue aan boord. We gaan trouwens met die Bluefin. We krijgen een barbecue aan boord. Onbeperkt drankjes. En dan gaan we om 2:30 of zo weer terug naar Jan Tiel. En dan is de dag klaar. Ik hoop dat de dag nog goed gaat doen. Ons ontbijtje is al gearriveerd. Eigenlijk is de keuken pas om 7:30 open. Maar omdat we dus straks in de boom moeten, mogen we wat eerder. We hebben een pannenkoekje. En we gaan de fruit nog delen. Dus dat is super nice. Dankjewel. En gemberthee en dan sudans. Oh jongens, ik hoop dat dit mij beter gaat maken. Let's go. Oké, we zijn nu bij Zanzibar. Daar hoort de boot straks te komen. Echt lekker om ze vroeger uit te zijn eigenlijk. Het water hier is ook zo blauw. Zoals je op foto's ziet, het is het echt. So pretty. Oké, we gaan even naar de opstappunt. Zodat we niet te laat komen. Ik zie ook echt geen bootje in de verte of zo. Jij? Zijn sowieso te vroeg. Zitten we bij de Bluefin om naar Klein Curaçao. Ja, dat gaat. Oh, hey. Ik had op een status verhaal gezet on the way to Klein Bonaire. Mensen zijn helemaal in de war. Die denken, zijn ze ook overal. Maar ik bedoel Curaçao en ik heb het zin om het te veranderen. Onbeperkt drinken en barbecue. Ik heb het allemaal helemaal vol en dan is cola zo lekker. Oh ja, het is geen cola, ja, het is sap. Sap. Proeven? Oranje. Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal. Una belleza que me quema. Cuando vaya, la nota me estalla. Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal. Sé que anda puesta para el problema. Dale guaya, que yo te doy falla, falla. Deja que los cuerpos hablen. No hace falta más. Sí, ya muy bien tú sabes lo que iba a pasar. Y llevarte a las alturas. Tenerte sería una experiencia religiosa. Este mahón es otra cosa. Sigue peleándome así como si el mundo llegara a su fin. Más de ti yo quiero un ching. We gaan even lunchen. Ja.
benedenverdieping kijken. Ja, dat is de kelder. Die zitten wel wat kinderen verstopt. Let daar natuurlijk niet op, want als jij dit koopt, dan halen de kinderen hier natuurlijk uit. Het zijn wel voor kleine mensen hier. Voor een meerprijs, een halve ton, heb je ze erbij. Dus oh ja, dat is zo. Gewoon, zou ik natuurlijk wel doen. Want dat is echt minimaal. Ze doen superveel voor je. Ze koken, ze maken schoon, ze zijn gewoon je pik. Nou, gek huis. Zo, het is heet. Heet, brother. En dit is jouw wc ofzo? Dit is mijn tuin, met allemaal beesten. Dit is het toilet. We gaan de vuurtoren van Klein Curaçao betreden, jongens. Een verlaten vuurtoren. Ik verfik hier helemaal. Hij zit mooi op het zuiden van Klein Curaçao. 100 vierkante meter groot, met een grote abo aan de voorkant. En wat is dit dan? Wat is dat dan? Het is inderdaad nog wel echt een klushuis. Oh, ja. Er mag veel aan gebeuren dus. Ja, ik zou zeggen, stop er nog 200.000 euro bij in en het is klaar. Dus dat, ja, daar hoef je niet druk om te maken natuurlijk, dat komt allemaal wel. Overal gravity ook. Je moet wel oppassen, ja, want het is wel iets minder dan 1 miljoen ben je gewoon klaar. Als het allemaal gaat en zo. Zoals ik net ook al zei, het is een klushuis. Hoe duur kost het? 700.000 en dan nog 200.000 voor het klussen, dus het is iets minder dan 1 miljoen. Verkocht. Pas je op, er liggen wel nog wat gaten hier en daar. Ik denk dat hier een open haard was. Denk je het? Klopt, die kun je gewoon weer aan het dragen, hoor. Een badkamer. Ik ga nu met de trap omhoog, Lissie. Sorry. Je kunt hem weer doen. Klein beetje. Ja, succes. Heel eng. Het was dus op eigen risico om naar boven te gaan. Nou, verder ga ik niet. Het is namelijk best wel hoog. Echt superleuk foto. Ja? Een hele goede morgen. Ik heb gisteren de vlog niet afgesloten. Volgens mij heb ik gisteren ook best weinig gefilmd. Dus ik ga vandaag gewoon weer door. Met de volgende vlog. Het is vandaag, of met dezelfde vlog, zaterdag 26 augustus. Ik was gisteren echt een beetje ziek geworden. Dus ik heb even een neuspray gehaald en nog wat medicatie bij de apotheek. Omdat, ja, ik weet niet, door mijn verkoudheid ging ik heel veel mijn neus uit. En daardoor was het een beetje ontstoken. Volgens mij een beetje die voorhoofdholte ontsteking weer. Zoals ik ook had op mijn Marokka. Dat was wel echt kut. Ik heb even wat ontbeten en ik hoop dat het straks wat beter gaat. Dus we gaan even kijken of we weer bij 6 kunnen liggen. Het zijn dezelfde beestjes als waar we de eerste dag lagen. Want daar heb je gewoon echt goede schaduw. Want ik ben ook best wel vervallen. Ik weet niet of je dat ziet. Dus dan is het wel gewoon lekker om echt wat schaduw te pakken. En ik hoop dat ik me beter ga voelen. Want om 5 uur heb je ook een feestje bij Zanzibar. Dus ja. Nou, we zijn gearriveerd bij... Hoe heet het? Kokos? Bij Kokos Beach Club. Super nice. 6 was helaas helemaal vol. Maar dat is ook nice. Ik heb nog een plekje kunnen benachtigen in de schaduw. Leg je er lekker bij, schatje? Prima zo. Prima zo, toch? Ja. Ik vind het allemaal best. Prima. Kijk hoe mooi het hier is. Echt prachtig. Het enige jammer wat ik dus vind, dat je niet zo het water in kan lopen. Bij 6 kan je dus wel gewoon zo gelijk zo het water in lopen. Maar nu moet je dat daar doen. Wel met waterschoentjes of daar bij dat trappetje. Of hier links kan je al wel eerder volgens mij erin. Dat is het enige jammere vind ik dan. Maar zaterdag dus alles zit wat voller dan normaal gesproken. Echt super mooi. En wij liggen dus in zo'n hutje. Omdat we gisteren een beetje verbrand zijn, is dit de perfecte oplossing. We zijn even verhuisd naar Zanzibar om te lunchen. En ik heb hier een broodje carpaccio. En ik had dus gehoord dat die hier heel erg lekker zijn. En wat heb jij? Tosti met oude kaas, tomaat. Ziet er wel lekker uit. Een ham denk ik. Nou, smakelijk. En nu liggen we weer lekker bij Kokos. En nu gaan we even lekker genieten van onze nachos. Niet denken, want jullie hebben het laatste fragment wat jullie van mij hebben gezien was aan de lunch. We zijn alweer 2 uur verder jongens, dus het mag. Het mag. Ja, meer uur. Meer uur? Oh, we zijn al meer uur verder. Al 3 uur verder. Dan mag het. En ik heb een lekkere cocktail besteld. Niet deze, maar hij komt er nog aan. Wat doe je? Moest je hem toch opruimen? Ik geef hem terug. Nee, ik wil hem gewoon laten zien in de camera. Jij pakt hem aan. Hey, het is alweer avond. En we hebben
we gaan even scherp stellen. We hebben de hele dag op het strand gelegen. We hebben ons nu klaargemaakt voor Zanzibar. Elke zaterdagavond is er bij Zanzibar een feest. En dit is de outfit. Helemaal leuk. Pasje in. Maar ik zweet en je ziet echt alles doorheen. Dus dat is wel kut. Dus ja, fucking kut. Maar maakt niet uit. Ik doe er gewoon lekker slippertjes bij aan. En mijn vriendje ziet er ook weer fabulous uit. Wat heb je aan? Van de Sarah, een polootje. Heel mooi. En een leuk broekje erbij. En ik heb ook mango. Dat is een leuk. Meloen. En Stacey en Lindsay zijn ook op het eiland, dus die gaan we straks meten. Wat is er? Die waterfles moet je wel terugzetten. Ja, ik had die neergezet voor een TikTok, maar ik heb dus geen wifi hier. De hele dag ligt wifi er al uit, bij iedereen hier op het park volgens mij. Dus dat is wel echt fucking kut. Ik dacht TikTokje maken, maar dat gaat niet. Ik heb zo'n leuk TikTok liedje die ik met jou wil doen. Dus ik dacht nog, als we leuk uitzien hebben, doen we het. En nu is het licht. Misschien voor de. We gaan gewoon in het park, kunnen we ergens neerzetten misschien, als het niet awkward is. Wij gaan lekker richting Zanzibar en dan meeten we dus ook Stacey en Lindsay. En volgens mij is Lois er ook. Die hadden we hier ook ontmoet. Dat is zusje van Lynn en Jilly. Super leuk. En Lisa, vriendje van vroeger, die is er ook. Best veel mensen hier op het eiland. En Paula en... Paula en Ricardo, heet hij? Die hebben we hier ook ontmoet. Die komen ook. En nog meer vrienden van hun komen ook weer. Dus misschien dat we met een heel groot groepje staan. Misschien dat we met z'n tweeën staan. Gaan meemaken. Let's go. Oké, we zijn bij die Antille aangekomen. Oh mijn god, dit ook. Dit plaatje. Het is fantastisch. Oh mijn god. Hier lagen we vanmiddag. Letterlijk het bedje laten lagen wij. Ja. En kokos. En kijk, hier is de party jongens. Bij Zanzibar. Kijk, in de verte. Is er wat muziek gaande. Super gezellig. Kijk wie ik allemaal tegenkom! Elisa! Hey, wat een gezelligheid hier! En een lekkere vodka met cranberry sauce. Echt waar, super lekker! Content creator in the house! Jongens, kleine update van de avond. We waren bij Zanzibar, super gezellig. Wacht tot hij het ding uit. Oh ja. Gaat hij uit, denk je dan? Ja, dit doet even een spas van. Even wonders met jouw telefoon. Nee. Jawel, dit even. Kom ja? Mee. Moet ik niet aan ons? Nee, hoeft niet. Zo uit. Ja. Oké. Okay. Zanzibar was super leuk, alleen het was echt maar. Ik hoopte op meer die. Nederlandse klas. Ja, gewoon broederliefde en zo. Maar dat was niet, maar mij niet uit. Het was echt super gezellig met Stacey en Lindsay en hun vriendjes. En wij gewoon gezellig lekker bijgenet. En daardoor heb ik ook niet zoveel gefilmd, omdat het dus gewoon echt hartstikke gezellig was met hun. We zijn net naar huis gegaan en toen besefte ik me opeens van: hey, we hebben nog helemaal geen avondeten gehad. En ik kreeg een beetje hoofdpijn, dus ik dacht. Ja, het was een beetje een teken voor mij van, oh, ik moet nog even wat eten. Dus ik dacht bij Zanzibar, iedereen was daar de hele avond pizza aan het eten. Ik dacht, nou, ik ga even naar de keuken. Ik vergeet, hey, kan ik wat eten bestellen? Nee, helaas, alles dicht. Dus dat was echt typisch weer. De hele avond iedereen eten. Ik dacht, geen zin, geen honger. En hij zat wel honger, alles dicht. Altijd zo. Dus toen gingen we even bij de receptie vragen. En toen zeiden ze dat we naar de truck die pan moesten. Dat zeiden ze toch? Ja. Het zijn allemaal van die food trucks. Alleen, eerst waren we helemaal verkeerd gereden. En ja, ik weet niet, het is soms in de nacht hier rijden. Zo. Ik voel me wel veilig, maar in de nacht ben ik toch een soort van weer wat meer alert. En wat meer, ja, ik weet niet, banger of zo. En toen waren we dus bij die food truck. Fridays is een aanrader van heel veel mensen. Wij hadden dus ons eten besteld. 40 minuten. Ja. Dan waren we nu nog steeds niet aan de beurt. Nee, hij zei van... je kan het bestellen, maar het duurt wel 40 minuten. Ja, ik dacht eerst 14, maar het was 40, dus dat is bijna een uur. Van, ja, beter niet dan. Beter dan niet. Echt eten. Ja. Ja, toen waren we naar een andere food truck gereden. Er stond ook best wel een lange rij. En toen was Danny's dus nog open. Ik weet niet of jullie dat kennen.
weet of jullie überhaupt Wendy's kennen. Dat is zeg maar Bonaire. Aruba is dat soort van McDonald's. Ik dacht zelf, oh, Denny's zal wel een soort van Wendy's zijn, maar dan van Curaçao. Een soort van McDonald's. Die naast zijn wel patat hebben en zo. Ja. Dat kwam aan, hadden ze allemaal entrecote en zalm. Echt een restaurant, dat zat helemaal vol. Iedereen was daar gewoon aan het eten alsof het een restaurant was. Dat is zo raar. Het is gewoon 1 uur s'nachts. Iedereen was daar gewoon aan het... Ja, ik weet niet. In Nederland is dat iets heel geks. Maar ik zat echt van, waar zijn we nou weer beland? Maar ik heb natuurlijk super blij. We hebben even wat gegeten. Ramon heeft van die mozzarella stukjes gehad. En ik heb een soort van... Ja, wat had ik? Cheeseburger. Was prima. En we zijn lekker gevuld. Ramon had sowieso geen honger. Ik wel een beetje. En gisteren hadden we ook al niet gegeten omdat ik dus ziek was. We zijn echt vet vroeg op bed gegaan. Zo hebben we wel goedkope 2 avonden trouwens, 2 keer niet aan eten. Maar ja, ik dacht nu van, we hebben gisteren ook al niet gegeten en ik ben het wat ziekjes. Ik denk, laten we maar wel gewoon even wat eten. Maar deze omweg en zo had ik misschien dan gezegd van laat maar. Ik dacht, het ging allemaal wel wat vanzelf. Ja, anders waren we dan wel terug. Ja, maar het was wel grappig om mee te maken. Dus als je ooit op Curaçao bent en je moet eten, ga midden in de nacht gewoon gezellig naar Denny's. En ga lekker uit eten. Oh kut, alles viel uit mijn tasje. Oei. Oh mijn god, maar het viel allemaal in 1 bakje volgens mij. Hoeveel dingen hoorde je vallen? 4 dingen. Ja, er vielen 2 dingen. Ik heb 2 dingen gepakt. Is dat goed of zo? Ja, dit is wel echt een kuttasje, ik zeg je eerlijk. Die gaat je dan open en dan valt alles eruit. Ja, heel erg dan. Ja, vind ik ook. Ja, het is allemaal van die hele rare heuvels hier op de weg op Curaçao. Echt, dan heb je gewoon zo'n snelle weg. En dan opeens zo'n hoge heuvel, hè? Ja. Moet je rekening mee houden. Dat is nu, let op zo. Ja. Zal ik het filmen? Sfeerimpressie van de wegen hier. Volgens mij zijn echt letterlijk nu net alle heuvels voorbij. Of niet? Geen idee. Volgens mij hier nog maar. Ik denk het wel. Ik weet geen heuvels. Nee, hè? Maar in ieder geval, de weg zit ook echt vol met grote gaten. Waar gewoon je banden tussen vallen. Echt, de wegen hier zijn echt slecht. Dus alsjeblieft, huur geen scootertje. Neem een auto. Anders echt super gevaarlijk. Ja, scooter. Van je moet die banden. Nee, ik kon het wel. Ik dacht dat het hier ook kon, maar. Ja, toch niet, hè? Nou, wij lekker richting huis. Back in die Osso, babe. Back in die Osso. How you feeling? Good. Good. I'm ready to. Hoe? Jongens, we gaan lekker slapen. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Nou, even 2 dagen in 1. Nog niet helemaal fit ben. Hopelijk voel ik mezelf beter. Vandaag ging het in ieder geval echt een stuk beter dan gisteravond. En vandaag zijn dus 2 nagels gevallen. Volgens mij door de hitte kan dat. Ik deed 1 keer zo en toen viel de ene eraf. Toen deed ik nog een keer zo en dan ging die andere eraf. Net voor de vakantie erop laten zetten. Dus ik snap er helemaal niks van. Vond je deze vlog leuk? Doe dan een duimpje van. Abonneer op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. En dan zien we jullie morgen weer bij de volgende vlog. Doei.